Suriname heeft nog steeds een tekort aan voldoende bloed in de bloedbank. Dit werd benadrukt bij de herdenking van Wereld Bloeddonorendag afgelopen maandag. Jaarlijks op 14 juni wordt speciale aandacht besteed aan degenen die hun bloed doneren om mensenlevens te redden, zonder daarvoor iets terug te verwachten. De bloedbank heeft deze dag somber herdacht, zegt Eleanor King, algemeen coördinator van de Nationale Bloedbank. Hoewel we in een pandemie zitten, zijn er toch wat donoren naar de bloedbank gekomen, geeft King aan. Als we het vergelijken met vorig jaar, ondanks die pandemie, dus in Suriname, dus dat die aantallen veel hoger zijn, mogen we niet klagen dat onze donoren toch wel goed opkomen voor deze situatie. Het is niet wat het wezen moet. In normale omstandigheden verwachten we ongeveer 30 mensen in de ochtenduren. Maar wat we nu krijgen zijn 20 tussen de 25 zo. Dus we mogen niet ontevreden zijn. Een speciale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap. King zegt dat de bloedbank ook rekening houdt met de COVID-situatie. Als er een donor besmet is geraakt, zijn er protocollen om deze persoon te begeleiden. Bij alle ziektes hebben we een tijdspan van, u moet even wachten of we laten het bloed ook verder onderzoeken. Want bij elke donatie worden er verschillende onderzoekingen gedaan. En ook COVID, als u weet dat u COVID hebt gehad, wacht u 2 weken totdat u de laatste verschijnselen hebt gehad, dan mag u komen om bloed te geven. Dus dat is onze protocol. Als u griepverschijnselen komt, dan liever niet naar de bloedbank, want we willen het zo steriel, we willen gezond bloed geven aan de mensen. Vandaar dat we zeggen, de meeste donoren weten het, dat ze dus niet hoeven te komen naar de bloedbank als ze griepverschijnselen hebben. Dus... er is geen vuiltje aan de lucht, om zo te zeggen. De mensen komen, we hebben mensen gehad die voorheen COVID hebben gehad en die weer gewoon normaal bloed geven. Eleanor King, algemeen coördinator Nationale Bloedbank. In 2004 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 14 juni ingesteld als Wereld Bloeddonorendag.